Als zelfs de Verenigde Staten het opheffen van de patenten op COVID-vaccins steunen, dan denkt de mens toch, waar wacht België nog op? Waar wacht Europa nog op? Ja, want gisteren was het zover, dus de VS plooide onder de wereldwijde mobilisatie en zo groeit ook de wereldwijde steun voor het opheffen van die patenten. En ik heb de kaart even meegebracht. De kaart die kleurt elke dag groener. Maar België en Europa kleurt nog steeds rood. Rood van schaamte. België bevindt zich nog steeds in de club van landen die de winst van de farma-industrie stelt boven de volksgezondheid. En vorige week hoorden we het hier nog in het parlement naar aanleiding van onze interpellatie. We zouden de overschotjes die we hebben opsturen aan liefdadigheid doen. En mevrouw Kittier zei letterlijk, ik heb nergens verkondigd dat ik het octrooi wil afschaffen. En Pharma.be kon rustig gaan slapen. 'S morgens hadden ze aangekondigd dat ze heel goed gingen luisteren naar wat de Belgische regering ging verklaren in de namiddag. Ze konden effectief op hun twee oren slapen. Ik denk dat vandaag, meneer de minister, ons standpunt onhoudbaar is geworden. En deze ochtend zijn er dan ook al veel verklaringen in een goede richting uitgegaan. En de Europese Unie heeft gezegd, we zijn bereid om te discussiëren over het voorstel. Ik denk, meneer de minister, dat de tijd van praten voorbij is. Het is nu tijd om in actie te schieten. Het is tijd om die productie op te schalen en die patenten op te heffen. En dus mijn vraag aan u is zeer duidelijk. Ik wil een concreet engagement vandaag en ik wil weten wat het standpunt is van België. Gaan wij het opheffen van die patenten nu eindelijk steunen of niet? Est-ce que cette mesure-là aidera à produire plus et à produire plus rapidement pour l'instant? Ce n'est pas encore clair, mais la Belgique est ouverte à la discussion. Quelle déception. Vous continuez à courir derrière Big Pharma et défendre leurs intérêts. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, le fait de garder les brevets protégés, quel dégât que ça fait dans le monde entier? La moitié du monde, plein d'associations, plein de pays demandent de lever les brevets. Et vous, aujourd'hui, vous dites qu'il faut encore étudier si éventuellement c'est une bonne proposition? Ça, je ne peux pas accepter, monsieur. Depuis des mois, on se bat pour cela. Dans le monde entier, on se bat pour que les brevets s'élèvent. Et je vois aujourd'hui que la Belgique ne prend pas position clairement. Pourtant, vous auriez pu le faire aujourd'hui. Vous avez le choix aujourd'hui de dire oui, il faut lever les brevets. Oui, on fait le choix pour la santé publique. Je constate que vous ne le faites toujours pas. Ben, nous, on va continuer la lutte pour mettre la pression, pour que vous changiez de position.